Hallo allemaal, vandaag ga ik Nightmare spelen in Roblox. Ik ga vandaag Secret Room 2 laten zien. En ik ga een paar Nightmare spelen. Ik ga nu naar dit stukje. Bij het haardvuur, daar ga je zo doorheen en dan val je. Kom je hier. Zo. Moet je om de hoek springen. Probeer niet het rode aan te raken. Zie het als een soort lava. Zie je, want dan kom je weer ergens anders, moet je weer opnieuw beginnen. Moet ik weer opnieuw beginnen. Zo. En dan moet je door die. En dan ben je in Secret Room 2. En dan heb je direct ook een challenge gecomplete. Discover Secret Room 2. Secret Room 1 was weer ergens anders. Die was namelijk. Ik wil wel uit. Nou, dat wordt denk ik weer af laten gaan als het lukt. Ik kom er niet uit. Nee, dan gaan we gewoon nog even kijken of we bij die andere room ergens uit kunnen. Die nightmare is al afgelopen, dan moeten we wachten. Nou ja, hoeft niet per se. Ga ik eerst kijken of er nog een andere uitweg is. Kijk, ze gaan dan naar boven op bed. Dus ik doe mijn pyjama vast aan. Kijk, en dan komen we nu in een nightmare en dan zijn we eruit. What I am here doing? What I am doing here? The burgers business is doing great, but your burgers are hurting the customers. Someone in the mansion dropped a mystery gift to give back. So, an ill person in the mansion has no bed and sleeps on a cold hard floor. So, and dan kom je hier. Wat zegt deze? You made it to the good place. Come back home. Go back home. I just had the worst nightmare. Go think it is over. Kijk, en dan hebben we weer een challenge gecomplete. Make it to the good place.
ga ik naar de shop. Hier. Koop ik een lantaarn. Zodat we als we ergens zijn waar het donker is. Dat we dan ook iets kunnen zien. Maar Second Room 1 was hier. Dit bij deze spiegel. Of zoiets. Gewoon doorheen lopen. Trap aflopen. En dan kom je dus in die 2. En hier staan objectives. Dat is dus haar zware plan. Tenminste, dat denk ik. Dus eigenlijk ga je in dit spel allemaal nightmares beleven. En dan bedoel ik dus zo'n nightmare. En maar eigenlijk leef je zelf gewoon in een nightmare, want er zijn allemaal mensen die je wil pakken of zoiets. Allemaal geschoten en ja, is gedaan. Zodat ik een kist zit te openen. En dat lukt niet in die laatste 3 seconden. Zie. Om bij dat rondje hier te komen, kun je die trap op. Maar als je wat meer van springen houdt, kun je ook deze trap gebruiken zo. De kast. Nou, er zijn dus 2 manieren. Soon I will have the power to grant your wishes. Nou, dan ga ik wensen dat ik uit deze plek weg ben. Even kijken. Ik ga nu naar de cube. Oh, ik ga eerst een nightmare spelen. Oké, nu moeten we dus wel wat achterom kijken en zo. Zodat we niet plat worden gereden. Zie, daar is 1. Daar komt er ook 1, dus we moeten aan de kant. Oh. Dat is onverwacht. Challenge. Heb ik weer iets gecomplete zo te zien. Daily. Play for 10 minutes straight. Zo. Wat mij opgevalt is aan die schilderijen hier, is dat, dan heb je hier bijvoorbeeld aliens. En ik heb een keer een nightmare gespeeld en daar kwamen aliens in. Dus ik denk dat deze schilderijen gewoon een soort voorbereiding zijn. Nou, echt voorbereiding niet, maar je weet dat zijn gewoon de monsters die je in je nightmares gaat ontmoeten. Dus bijvoorbeeld de vampier. Dit is een meisje met lang zwart haar. Die hebben we ook een keer gehad. Het zien in een vorige video van Nightmares. Ik ga eerst een bed claimen. Klein.
ik doe die. Nou ja, ik laat die eerst wel slapen. Ik hou Nightmare van rood. En dit is de... Daar is hij. Oh, daar, de weerwolf. Ik ga op die kist openen. Oh, de kist is bijna open. Ik ga weer hier naar de shop. Ik koop deze. En deze. En die is ook leuk. En dan ga ik naar Q. En koop ik een teddy. Ja. It's time for bed. Go upstairs. Emote. So. Kijk. Dit bedoelde ik, dat meisje kwam ook op tv. Op de... De schilderij. Ik hoop niet dat ze zo onverwachts achter me komt te staan. Maar dat is gelukkig ook niet zo. Anders was ik dood geweest. Daar. That one was close. Oh, geld. Ik heb een pizza. En een snoep. Ik koop nog een roos. Want met die roos kun je iedereen healen. En zo'n mystery gift vind ik ook leuk. Dan krijg ik nog een pizza en wat water. En ik ga nu proberen op een kussen te slapen. Oh, dat ga ik niet weer gelukken. Oh, nou. Die. Ga ik op dat huis daar. Pak ik mijn pistool en ga ik.
A rare case was opened. You revived 3 random items and 100 tokens. Ik ga taartje opeten. Ah, dan word ik heel dik. Ah ja, vooral heel groot. Ik hoop niet dat je dan langzamer gaat. Inventory, dan hebben we deze nog. Schild of zo? Hehe. Oh nee. Dat is diegene die ook steeds zegt, ga slapen. Zo. Dan loop je sneller met het ijs. Nou, ik ga nu kijken bij de shop wat dat force field inhoudt. Oh, zo. Gives 300 heals for 12 seconds. Dat is handig. Wat gebeurt als ik steeds op drink? Oh, dan loop ik ook sneller. En dan ga ik weer naar het rode bed. Eet ik een snoepje op. Loop ik ook weer sneller. En laat ik allemaal andere snoepjes achter. Ah, nu niet meer. Oh nee, dit zijn de zombies. Maar ik denk dat ik al weet waar een transport iets is. Teleport iets. En dat is volgens mij daar ergens in het hoekje. Dus ik blijf gewoon doorlopen. Daar. Please don't. Oh nee, hier staat hij niet meer. Dus ik ga zoeken. Hoeveel zombies hebben we in de wacht? 1. Klinkt zelfs meer. Oh, ik heb een hele horde achter me. Zo. Pizza, wat gebeurt er? Nou, ik eet gewoon pizza op. Komt er ook een kat in? Oké. Die hebben we net gehad. Dit is met dat military
gedoe. Oei. Ik moet dus naar Bikini Bottom. En nu moeten we op deze dingen gaan springen, neem ik aan. En nu op die schelp. Nu moet ik op die steen. Die is echt boos. Oh. Nou, ik heb het niet gehaald tot Bikini Bottom. Dus ik heb ook niet. Deze gehaald. Even kijken, backpack naar andere pyjama's. Nee, ik ga eerst even deze spelen. Die heb ik namelijk net nieuw. Dat heb je ook gezien. I don't feel good. Hun kan al kotsen, maar ik heb dat wel in mijn backpack. En dat is eigenlijk om voor deze. Kun je ze gewoon doodmaken als je te kotsen? Nee, ik ga naar nog meer deurs. Als ik ze nog kan vinden in die paar seconden. Ik ga even wat in mijn inventory doen en zo. Ik haal deze eruit, deze. Die ik al eerst alles eruit. Zodat ik ook een goede ritme heb. Die laat ik hier. Net als deze. Deze is ook handig. Ik hou ook wat voor snelheid. En deze is ook handig, want die hield je. En bewaak twee voor. Bijvoorbeeld een pistool of zo. Last floor, let's make sure it's clean. Thank you.
Wow, waar gaan we nou? Probeer niet te dichtbij te komen. Hou gewoon voldoende afstand, want deze kan best ver gaan botsen. Zie, komt helemaal daar. Die zingt. Ik wil ook even kijken of je kan zingen. Ik denk dat het deze is. Nervous 125 survives. En ik heb geen 50. I waited a long time to watch this place food. Ach, sta ik in het groene. Valentine Ballon. Gives you extra boost when you jump. Misschien wel handig. Delicious. Heals your 100 healed. Ja, ik heb al. Nou ja, ik had. Dus ik ga weer naar de shop. Lantaarn, deze. Die. En dan heb ik wat dingetjes. Doe ik weer een pyjama aan. En niemand heeft het overleefd. It's time for bed. Go upstairs. Dat zou hij zo zeggen. Kom op. Ik gebruik nu liever mijn zaklamp. Oh shit. Where are we dealing with? Met oermensen. Thank you.
Het zat gewoon een 8 in me. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef het een like als je het wel leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer.